Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Let's Play Flixbus Coach Simulator, met Bliefjes natuurlijk. En vandaag gaan wij onze reis naar het zuiden, gaan we eventjes vervolgen. Ik zei van dat ik waarschijnlijk deze paar steden wil pakken, maar ik denk dat we vanuit Dortmund Lia direct naar Köln heen gaan, en dat we vanuit Köln dan de volgende keer naar Luxemburg gaan, of misschien vanuit Bonn. Dat is dan ook wel een leuk stukje om even te pakken. Maar goed, vanuit nu gaan wij dus Dortmund pakken, want die kunnen we nu wel doen. En dan gaan we naar Köln en misschien nog wel direct door even naar Düsseldorf. Naar Bonn als het te doen is. Even kijken, dit is 2 uur 7 minuten. Ik denk dat dit beter is even om te doen trouwens. In verband met de lengte van de route in ieder geval. Dus vanuit nu gaan we vanuit Dortmund gaan we naar Köln. Leuk stukje in ieder geval als het goed is. Over next. Even kijken. Zal ik die pakken of gaan we met de Neoplein deze keer? Ik denk dat we de Neoplein deze keer even gaan pakken. Even kijken. Flixbus versie 2. Ik weet niet wat dat is of wat het inhoudt. Flixbus versie 2. Oh, die ziet er trouwens wel geinig uit. Even kijken, Corporation. Alleen dat laden van dat stickertje duurt best wel een tijdje, maar goed. Avanza. Megabus. Wat is de megabus dan? Moet allemaal ook weer. Oh, zo'n megabus, oké. Okay. Universe Rise, ja, oké, die zit er al standaard bij. Dit is een rode. Eurolines heb je ook nog. Is die helemaal wit, Eurolines? Maar het is wel. Oh nee, oké, dat is Eurolines. En de Skyliner hebben we nog. De Megabus. Iets met 10k of zo. Ik weet niet precies wat dat voor idee erachter is. Maar. Wat is, oh, wauw. Dit is wel echt knetertje roze. Ik ben benieuwd wat het. Oh, wauw. Oké, ja. Ja. Dat is toch ook eventueel een optie, inderdaad. Ik zit even te kijken wat eventueel leuk is om weer te rijden. Dit ziet er wel zo goedkoop uit. Ik denk dat ik deze het leukste vind om eventjes te doen. Dus ik hou deze even voor. De license plate. BVS 92. Kan dat? Ik typ het toch echt in, waarom? Ik had min of meer gehoopt dat het hier direct zou aanpassen, maar niet dan? Is dit goed? Nou, misschien zie je het pas in-game. Zou kunnen, dat pas in-game ziet. Goed. Wij hebben dus de tijd en datum hebben we verder ingesteld en dan zeggen wij start the game. En ik ben trouwens ook van plan om bij de volgende. Als er een volgende aanbieding is in ieder geval om dan wat nieuwe bussen erbij te halen. Want we hebben natuurlijk nu maar 2 bussen en ik wil er graag al wat meer. Goed, het sneeuwt. Om daar even mee te beginnen. Wij gaan even de bus in. Even zitten. Destination borden. Bus 92, yeah. Doe het natuurlijk wel even zo dat iedereen even netjes. Doe eens niet. Dat we even de mensen alles kunnen laten inpakken en zo. Oké. Check in de passengers. Hallo. Hallo. Even kijken. Wij gaan dus naar Köln. Nou, dan mag jij dus mee. Hallo. Bitte, dankeschön. Die mag ook mee. Salut. Ik hoffe, ik ben hier richtig. Ja, daar ben je. Want wij rijden naar Köln namelijk. Hier, mijn ticket. Vielen dank. Ik weet trouwens niet wat het verschil is als je gewoon normaal inchecken doet of dat je dat met een op een andere manier doet. Nee. Daar heb ik mich wohl vertan. Moin. Ik hoop ik ben hier richtig. Het lijkt me trouwens zo lullig, hè. Dan kom je helemaal hier om naar Köln heen te gaan en dan kom je erachter van oh my god, ik heb gewoon een verkeerde bus te pakken. Hij is trouwens wel een beetje te veel, echt wel een kei hoge bus zo, hè. Even kijken, een screenshotje. Oh ja, BVS 92 staat er nu al netjes. Dan klopt het in ieder geval. Oh ja. Gewoon waarschijnlijk met home weer afsluiten inderdaad. Bingo. Nou, het is dus mooi aan het sneeuwen. Dus dat is wel leuk. Zo. Even goed zitten.
doe even de ignition aan. Zo. Zo, hartstikke mooi. De airconditioning. Die vonden de lui zeker wel lekker hoog hebben hier, want dat willen ze altijd. Even kijken. De brake. Moeten we even in versnelling zetten. Dan die. Maar dat hoeft nog eigenlijk niet, want we mogen namelijk officieel gezien nog niet rijden. Departure 45. Dat is nou 40. Dat duurt me iets te lang. Dus we gaan even de tijd naar voren skippen. Altijd makkelijk dat dat kan natuurlijk. Zo, nou gaat hij zo meteen over naar 45 hoop ik. Kan niet snel genoeg gaan natuurlijk. Even de lichten. Zo, dat moet namelijk. Even de wifi en toiletten activeren. Ja, sorry meneer, je staat hier nog steeds. Ik zie je staan, maar... Zo, start right. Oké. Even dit beeld eventjes. Zo. Dan kunnen we wat mij betreft gaan vertrekken. Nou, vooral lekker zo met die sneeuw in je bakkers. Maar goed, maakt niet uit. Nou, even die announcement ding. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de steht täglich aktuell für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt, nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination. Ik neem al veel te vaak het stoepje mee, merk ik al wel. Like het is toch compleet niet nodig, maar... The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening.
We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Nou, dat is dus het hele verhaal dat we even aangehoord hebben. Die kan uit trouwens. Nou, ik hoop in ieder geval dat de stoplicht ons zometeen ietsje beter, hoe moet ik zeggen, het iets beter met ons voor hebben, want momenteel zitten we natuurlijk zijn we meer aan het stoppen dan dat we daadwerkelijk uit de stad komen. Ik weet het zeker, het is wel echt wel goed aan het sneeuwen in ieder geval hier. Maar goed, ik ben ook nog vrij benieuwd naar de map die van Nederland moet komen. Want Fembus heeft namelijk sowieso de Dutch DLC aangekondigd. Dat is volgens mij ook een groot deel vanuit Groningen naar Amsterdam zit daar bijvoorbeeld in. Het lijkt me best wel leuk om op te rijden natuurlijk. Dus ik ben er zelf ook wel donders benieuwd naar hoe dat eruit gaat zien. Maar dan kun je ook mooi eens een keer in Nederland rijden. En dan, dan gaan we wel zien, denk ik, wat er uitkomt. Zo, en dan gaan we nou de snelweg op. Altijd leuk met dit soort bussen, de snelweg op. Matrixborden staan dat je niet harder dan 80 mocht hier, maar misschien we denken de andere ouders daar een klein beetje anders over of zo, geen idee, maar oh ja, ik zit in ieder geval niet meer staan. Gewoon weer gas geven dus. Het was ook wel mooi om even hier even de tijd voor te nemen om een screenshot te nemen. Ik wou zeggen, kan dat niet, maar kan wel, alleen dan moet ik waarschijnlijk eerst dit doen en dan dit doen. Zo. Maar ik weet niet of dat zo leuk is, want ik rijd hier meer naast de weg dan op de weg. Zo, misschien zou dit wel kunnen.
doe ik er zo eentje, maar ook gewoon van een beetje, ja, hoe noem je dat, normale hoogte. Zo. Dat is wel prima zo. Zo. Even weer terug naar de cabine. Vervelende soort van tegenlicht wat je hier hebt, snap je wat ik bedoel? Ah, ik heb hier geen rolgordijnen aan tussen. Je zou denken dat ik het wel zou moeten hebben, maar ik kan ze alleen niet gebruiken. Ja, oké. Slecht. Ik weet nog niet dat hoezeer dit nou mijn eigen schuld is, of dat het een schuld van de AI is, maar... Maar goed, we zijn in ieder geval nog steeds onderweg naar het gezellige Keulen. Nog 75 kilometer moeten we rijden voordat we daar aankomen in ieder geval. Prettig dat er, hey, kijk, het Leverkusenpark. Gerne dat er hier ook gewoon in zit. Oh. Zo, ik werd even afgeleid door het Leverkusenpark. Nou ja, tot nu toe hebben we nog geen afslagen gemist of wat voor dingen dan ook.
Als zul je net weer merken, heb je die pech namelijk ook weer dat je afslagen gaat missen en zo. Dan moet je 20.000 kilometer omrijden. Invoegen op het spel nog steeds levensgevaarlijk, want je weet nooit precies of de AI er nou zit of niet. Het is elke keer zo'n beetje net wel, net niet verhaal. Dit negeren we weer eventjes. Dit is nooit gebeurd. Dit is nooit gebeurd, jongens. Niemand zag dit. Oh, wauw. What happened? Oh, bam. Het was gewoon in één keer helemaal droog. In één keer niks meer aan de hand. Dan van, wat? Mooi lekker tijdje onderweg. Tot nu toe minder gekke dingen tegengekomen dan de vorige keer. Helaas wel gekke dingen, maar niet zoveel gekke dingen als de vorige keer. Dus normaal gesproken zou ik wel lekker de radio aanzetten, bijvoorbeeld in de Flixbus. Maar ja, natuurlijk omdat er allemaal copyrighted muziek opkomt en dat soort dingen. Ja, kun je natuurlijk niet zomaar... hoe heet dat? Kun je natuurlijk niet zomaar muziek gaan lopen draaien. Daar is natuurlijk Keulen ook heel erg aan te herkennen. De mooie kerk die er natuurlijk staat. En natuurlijk kennen we deze stad ook vanuit Train Simulator natuurlijk. Komen we ook nog eens een keer voorbij. Alleen die route is natuurlijk best wel oud, een beetje een legacy route om het zo te zeggen.
eens een keer. Hartstikke mooi. Alleen omdat je 20 miljoen kruisen... Je komt hier zomaar 20 miljoen kruispunten tegen met stoplichten. Dan denk ik van ja. Yeah. Ik vraag me af of ze dit stuk daadwerkelijk in het echt ook moeten rijden. Dat het tot dat je tot zo ver in de stad moet. Leuk om in de sneeuw te mogen rijden. We rijden natuurlijk altijd met droog weer. En in de sneeuw is het natuurlijk een stukje uitdagender, omdat je aan te maken hebt met gladde wegen en dat soort dingen. Iemand heeft hier het licht aangezet volgens mij. Kijk, en dit bedoel ik een beetje met, dus met de stoplichten die je in het spel hebt. Het zijn er zoveel. Er zijn er zo godschuwelijk veel. Dat je denkt van ja, kom je hier in het echt ook zoveel stoplichten tegen? Of is dat gewoon, ja... Heel veel mensen zeiden wel dat ze het geluid van de motor heel erg mooi vinden klinken. Dat ben ik op zich wel met ze eens. Het geluid van de motor klinkt op zich best wel goed. Het heeft wel een lekker... Zo, een lekker geluidje erin zitten. Dan zou ik eens een fototoestelletje. Zou je daar een screenshot moeten? Hé, een rotonde! Nou, geef mij maar rotondes in plaats van die verkeerslichten hoor. Dat sowieso. Wel een mooi groot busstation hier. Dat sowieso wel. Wij er dus in. Überpünktlich. Es ist ja kaum zu glauben. Überpünktlich, jawohl. Super toll. En zo. Nou. Deurtjes open, parkeren. Zo. Hartstikke mooi. Kan iedereen lekker uitstappen en zo. Dat is ook wel belangrijk. Zo, iedereen leeft nog? Hartstikke mooi, daar doen we het voor. Zo, dames en heren, dat was ons ritje voor vandaag met Flixbus.
ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van deze aflevering. Zowel doen en even een blauwe duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je uiteraard meer van mijn episodes wil zien, dan kun je uiteraard abonneren op mijn kanaal. Voor nu iedereen heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.